De zetelverdeling wijzigt niet. Die conclusie trekt burgemeester Emiel Jens na de hertelling van 12.276 stemmen in Oegstgeest. Elke van de Ouwelen van partij Lokaal Oegstgeest had hierom gevraagd nadat duidelijk werd dat hij 2 stemmen tekort komt voor een zetel in de gemeenteraad. De lijsttrekker lijkt ook de huidige uitslag niet te accepteren. Ik denk ja, met datgene wat er vandaag uit deze verklaring is gekomen van onze burgemeester. Want hij heeft daar niet gezeten als voorzitter van het stembureau volgens hemzelf. Hij heeft daar ook niet als vertegenwoordiger van de raad gezeten, want het was geen raadsvergadering en de raadsleden zaten niet op een stoel. Dus hij heeft daar dan kennelijk als burgemeester, als zelfstandig bestuursorgaan gezeten. En ik vraag me af of dat kan in de kieswet. Dus ik ben helemaal nog niet zo ver dat ik nu al denk over definitieve standen. Dus je accepteert eigenlijk de uitslag van die hertelling niet? Nee. Kijk, nou, ik accepteer hem niet. Ik zie zoveel losse eindjes liggen dat ik echt... Het huilen staat me soms nader dan het lachen. Dat ik denk, wat is dit dan? Dit is volgens mij de Jos die bent die een kerncentrale probeert te runnen. En dat gaat in de Oekraïne niet erg goed. We gaan op de 29e verder. Dat heet dan het punt geloofsbrieven. Daar worden ook de nieuwe raadsleden beoordeeld. En die kunnen dan volgens de volgende dag benoemd worden. Geïnstalleerd heet dat met een mooi woord. En op die avond wordt ook de geldigheid van de opdracht die ik gekregen heb, namelijk de hertelling, komt aan de orde in de raad. En die moet dan door de raad nog officieel worden vastgesteld? Ja, klopt. En kan dat nog anders zijn dan wat er vandaag bekend is gemaakt? Ja, dan moet ik speculeren op een raadsvergadering. Dat doe ik als voorzitter liever niet. Ik wil het echt wel geloven, de hertelling. Tenminste in de zin van dat er mensen in 3 zalen hebben gezeten en alles. Maar zoals ik al aangaf, ook op TV West was duidelijk te zien dat er 1 teller was. En die zat zo geld te tellen, zal ik maar zeggen. Als geld te tellen. Maar dat mag niet, je moet tellen. Terwijl je dus via die kraftmethode werkt. En ik zit me zo te verbazen over al die dingen. En dat eigenlijk de uitkomst voor mij weer een tussenuitkomst is. En laten we zeggen een dagkoers. Want we gaan nu naar 29 maart, begrijp ik. Want dat is dan de afscheidsraad. Ja.